Hoi, vandaag heb ik voor jullie een bruidsmake-up tutorial. Het is de look die ik op mijn eigen bruiloft gedragen heb een aantal weken geleden. Ik heb er heel erg veel vragen naar gekregen of ik hem wilde laten zien op YouTube. En dat wil ik natuurlijk graag. Dus vandaag de tutorial. Als jullie mij zo meteen zien, dan heb ik al een aantal dingen op. Namelijk de Catrice All Matte Plus Foundation. En daaroverheen de MAC Studio Fix Powder Foundation. En op mijn wenkbrauwen heb ik een kleurtje van het Too Faced Matte Eyes Palette. Ja, ik zeg het goed. En dat is de kleur Pebbles. En dat draag ik dus op mijn wenkbrauwen en op mijn gezicht. En verder ga ik jullie alles laten zien. Wat betreft bruidsmake-up zijn er twee belangrijke dingen wat mij betreft. Namelijk ten eerste dat het redelijk langhoudend is. Dat lijkt me wel fijn als je een hele lange dag hebt, dat je je geen zorgen hoeft te maken over je make-up. En dat er in de foundation niet te veel SPF zit, want dat kan namelijk voor een soort van white cast effect zorgen op foto's. Daarnaast zou ik zelf kiezen voor iets wat dicht bij jezelf ligt. Iets waar ja, gewoon je omgeving je in herkent. Dus misschien een hele dikke blauw-paarse smoky eye zouden mijn familie en vrienden me niet in herkennen. En zeker ook Jurre niet. Dus ik ging voor een look die dicht bij mezelf lag. Daarnaast zou ik kiezen voor een lip make-up die makkelijk aan te brengen is, goed houdt en een beetje mooi vervaagt. Daar vertel ik zo meteen in de video nog wat meer over. En als laatste zou ik zeggen, probeer gewoon heel veel uit. Probeer heel veel te oefenen. Ook al ben je best goed in make-up. Ik heb zelf ook heel veel looks geprobeerd. En uiteindelijk kwam ik iedere keer nog weer op nieuwe ideetjes. Ik heb meningen gevraagd van Jurre, van Martine. En nadat ik mijn look had bepaald, heb ik hem zeker nog wel 2-3 keer ongeveer geoefend. En op het laatste moment heb ik toch nog weer dingen veranderd. Draag je make-up ook eens een keertje een hele dag lang. Kijk hoe die blijft zitten. Of die mooi blijft. Of veel werk is om hem te onderhouden. Zodat je op je bruiloft zelf niet voor verrassingen komt te staan. Verder dan dat is mijn advies gewoon geniet van die hele mooie dag. Maak je niet te druk om je make-up. Uiteindelijk is het maar make-up. En het gaat natuurlijk om hele andere mooie dingen. Samen zijn met je familie, vrienden en je geliefde. Het ja-woord. En lekker samen zijn. Veel succes bij het kiezen van jouw bruidslook. En veel plezier bij het kijken van deze video. Ik begin met het aanbrengen van een basis. Die is heel erg belangrijk op je trouwdag. Je wilt immers niet dat je oogschaduw heel snel gaat vlekken of uitlopen of vervagen. Het liefst ook als wanneer je een traantje laat dat die niet gelijk weer vandoor gaat. Ik gebruik mijn favoriete basis. Dit is MAC Soft Ochre Paint Pot. En deze geeft een hele mooie warme gloed. En die zorgt straks dat als we dat witte ooglid, dat hele lichte ooglid gaan aanzetten, dat die kleur mooi afsteekt. De paintpot zit erop en dan is het nu tijd voor het oogpotlood waarmee we de arcaneboog gaan aanzetten. En dit is een heel belangrijk onderdeel van de look, want het zorgt er althans bij mij voor dat de oogschaduw heel goed en heel lang blijft zitten en dat je zo'n mooie scherpe crease krijgt en echt meer een wat heftiger effect. En dat is ook vooral bij brildragers heel mooi, omdat daar toch heel gauw je ooglook vervaagt achter wanneer je zodra je je bril opzet en dat hij veel minder heftig lijkt. Dus het mag wel een beetje aangezet worden. Ik gebruik zelf het potlood van Illamasqua in de kleur Ascent. En dit is een beetje een donkere, oudrozige, vlezige kleur. Best moeilijk te vinden, maar je zou het ook gewoon kunnen doen met een donkerbruin oogpotlood. Dan krijg je alleen een iets ander kleurtje. En ik ga deze vanaf mijn buitenste ooghoek een stukje omhoog trekken. En dan net iets boven de crease zet ik gewoon een lijn. En die trek ik tot ongeveer waar de, als ik recht vooruit kijk, waar mijn iris stopt. Tot daar zet ik het potlood. Nou, dit ziet er nu natuurlijk heel erg eng en freaky uit. Maar geen zorgen, dit komt goed. Dit is nu hoe het eruit ziet. Goed, tijd voor de lichte kleur op het ooglid. Dit doe ik nu alvast, omdat ik dan zo meteen iets beter kan zien waar nog oogschaduw moet en waar niet. In de crease. Dus ik zet eerst even mijn ooglid aan. Dat doe ik straks nog iets preciezer. Pak ik een wat spitsere blending kwast. Dit is een kwastje van Zuffa. En dit heet de Petite Crease 231. Als je zo'n kwastje niet hebt, zou je ook de bekende 229 van MAC kunnen proberen. Of de 217 is het, geloof ik. Die kan ook. Deze vind ik net iets fijner voor een fijne crease. Als je heel precies wilt werken, kan je het ook met een pencil brush doen. Dus een heel klein stevig puntje.
Maar het makkelijkste is deze. Dan pak ik bak en daarmee ga ik over de hele potloodlijn. Dus ik begin in de buitenste ooghoek en ik verzwaag hem tot op die streep. En daarmee zet ik ook gelijk de crease aan. Probeer niet te veel aan de onderkant weg te blenden. Het gaat vooral om de bovenkant. Nou, ik doe het eerst even wat grover en slordiger. Dan pak ik mijn blendingkwast. Dit is de MAC 217. En daarmee ga ik in die mooie goudroze kleur. En die breng ik aan van het bovenste stukje van mijn binnenste ooghoek. Dus niet de binnenste ooghoek echt zelf, maar het stukje huid erboven. Tot aan bak. En ik blend die twee een beetje samen. En dit mag lekker wat, want dit zorgt echt voor die lieve romantische look. Nou, het is nu een beetje grof ingevuld. Wat ik nu ga doen is weer die witte kleur pakken uit mijn Wet n Wild palet, maar dan aan de bovenkant aanbrengen. Zodat we dan nu met onze blendingkwast weer, ja, het is een hele hoop geswitcht van kwasten, even schoonvegen op je hand, de bovenkant kunnen blenden. Als je dan bak met die roze gouden kleur mooi geblend vindt en je vindt ook de vorm van je crease mooi, dat wil zeggen dat je mooi rond vindt of dat die mooi bij je oogvorm past, je bent tevreden, dan pak ik op die wat puntige blendingkwast heel klein beetje van deze donkerbruine kleur uit het Wet n Wild palet. En daarmee zet ik die buitenste punt aan van mijn ooghoek. Dit zorgt voor net iets dieper effect in je ooglook, dat hij ietsjes heftiger wordt nog. Goed blenden. Eventueel weer even je blendingkwast pakken. Huppatee. Nou, ik ben tevreden. Dan nu het ooglid. Ik pak flink wat van die witte kleur op mijn platte oogschaduwkwast. Dit is de MAC 239. En ik zet hem aan van mijn binnenste ooghoek op het hele bewegende ooglid. Nou, dan zul je zien dat dat bruinige weer een beetje een witte vaag krijgt over zich. Dus blend dan nog weer eventjes het stukje goed. Kijk van een afstandje, controleer of ze gelijk zijn. Dat is altijd al heel belangrijk natuurlijk. Dan nu tijd voor highlighter. Ik pak weer die plattige kwast. Ik dip hem in mijn geliefde NARS Albatros. En ik zet die aan onder mijn wenkbrauw. En lekker wat in die binnenste ooghoek. Zelf heb ik op mijn bruiloft de onderkant heel lichtjes aangezet met bak. Maar je zou ook voor een wat heftiger effect oogpotlood kunnen gebruiken. Maar bij mij vlekt dat altijd zo snel. En het heeft voor mij gewoon niet echt heel veel zin. Dus ik doe wat oogschaduw en dat vervaagt in de loop van de dag ook wel. Maar als het dan vervaagt, dan is het niet zo erg omdat het heel onopvallend vervaagt. En oogpotlood gaat bij mij altijd smeren, dus dat heb ik expres niet gekozen. Als je dan tevreden bent, is het tijd voor een lik mascara. Dat ga ik eventjes doen. Je kunt je wimpers nog krullen, zodat ze mooi omhoog staan. Je zou zelfs nog nepwimpers kunnen aanbrengen, maar met een bril werkt dat niet zo heel goed. Dan zitten ze tegen je glas aan, dus dat is niet zo handig. Zelf wilde ik in eerste instantie ook eyeliner gebruiken. Het bruine kleur, Diptown van MAC. Maar ik was hem vergeten op de dag zelf. En achteraf vond ik het eigenlijk helemaal niet erg. Want op de foto's zag je juist heel mooi een stukje wit ooglid. En als ik eyeliner had gebruikt, dan zie je dat met mijn licht overhangende oogleden. Had je dat niet gezien. Dus ik ga ook nu geen eyeliner gebruiken. Het zat dus wel in de planning, maar omdat ik het was vergeten, had ik het niet gedaan. En dat was eigenlijk, was dat goed uitgevallen. Dus ik ga wat mascara opdoen en dan zien jullie mij zo meteen full face terug. Goed, we zijn er bijna. Dan was het tijd voor de wangen. Voor de wangen heb ik het eigenlijk heel simpel gehouden. Ik heb Dainty gebruikt van MAC. Dat is een hele mooie zachtroze blush. En nou ja, dat was een makkie voor jullie om te raden. NARS Albatros als highlighter. Dus die ga ik nu opdoen. En ik deed zelf behoorlijk wat. Omdat ik wel hou van een beetje kleur op mijn gezicht. De ooglook is ook redelijk rustig. Dus je kon wel wat meer blush gebruiken, zeg maar. Highlighter, die breng ik aan met een, even kijken welke kwast is dit. De Real Techniques Highlighter Brush heet die geloof ik. Oh nee, de Setting Brush. Maar ik gebruik hem als highlighter. Hij is echt geweldig daarvoor, want hij heeft zo'n heel mooi fijn puntje.
En je kan hem perfect zo over je beenderen vegen. Ik zou echt iedere bruid dus Nars Albatros willen aanraden. Hij is zo ontzettend mooi, ook op foto's. En de hele dag straal je gewoon en iedereen denkt dat het van geluk is. Maar stiekem is het gewoon van deze vriend hier. Je zou nog een beetje op het Cupido-oogje kunnen aanbrengen. En dan nu door naar de lippen. De lippen zijn zo'n beetje nog beroemder dan Jurre. Want iedereen vroeg, wat heb je op je lippen gebruikt? Je gelooft het of niet, het was maar één lipstick en ik heb hem al een tijdje. Het was de Lipstick Queen lipstick in Pinky Nude. En het is deze kleur. Het is echt een van mijn favoriete lipsticks geworden. Hij is zo ontzettend mooi. En ik heb het voor deze gekozen omdat hij ten eerste natuurlijk is, maar niet nude-achtig wit. Hij geeft wel echt wat kleur. Hij paste mooi bij de oogmake-up natuurlijk. En omdat hij gewoon heel erg goed blijft zitten. En als hij al vervaagt, dan vervaagt hij heel mooi subtiel. En nou ja, dat is wat ik het liefste wilde. Want ik had bijvoorbeeld een felroze lip ook heel erg cool gevonden. Maar dat vervaagt gewoon zo lelijk vaak. En het vergt veel onderhoud. En dat is gewoon het laatste waar je mee bezig bent op je trouwdag. Ik heb voor make-up gekozen die gewoon makkelijk te onderhouden is. En deze lipstick heb ik wel geteld één keer opnieuw aangebracht. Echt een topper dit. Dit is dan de uiteindelijke look geworden. Ik vind altijd op camera zie je het een stuk minder goed dan in het echt. Maar ik ben zelf helemaal dol op deze look. En je kan je haar natuurlijk, moet je die dag mooi erbij dragen. Ik ben zelf echt een ramp in kapsels. Dus ik heb me er niet eens aan gewaagd om mijn mooie kapsel na te maken van mijn bruiloft. Die had ik gewoon laten doen door Jasper. Ik had een hele mooie donutrol achter in mijn nek. En met wat losse plukjes en wat pareltjes in mijn haar verder. Dus dat was echt een mooie geslaagde kapsel, vond ik ook zelf. En dan heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!